tijd lang de stadsdichter van Amstelveen was. Uw aandacht voor Koos Hagen. Ik wou het met jullie hebben over een paar helden van het Leidseplein van dit café Eilers. Terug in de geschiedenis. Twee broers. De oudste een goedlachse vlotte vent, vrouwenveroveraar, handige zakenman, houdt het niet lang in Friesland uit. Hij trekt naar Amsterdam. Zijn broer zit liever rustig thuis, ontwerpt jurken en mantels, wordt opgeleid bij Hirschfeld in Hamburg, tussen haak en kruisen en straatrumoer. Beiden uit een gereformeerd gezin. Maar Popke kent nu elke kroeg rondom het Leidseplein en noemt zich als John Eilders voortaan communist. Ook Sjoerd komt naar het plein en wordt coupeur bij het mondaine Hirsch. Gereformeerd en homoseksueel zoekt hij een uitweg. Op zijn werk gericht ontwerpt hij er tot 's avonds laat japonnen en tailleurs voor dure dames. Verhuist van Overtoon naar Prinsengracht, Kortelijdse Dwarsstraat, Frans van Mierenstraat, om eindelijk te landen in de Vondelstraat. Waar Popkes vrienden regelmatig 's avonds voor spertijd binnenvallen, 's nachts blijven hangen, roken, drinken, discussiëren over kunst en poëzie en dan weer even schelden op de moffen. Hirsch wordt geariseerd. Sjoerd is voortaan een zelfstandig couturier. In vrije tijd verspreidt hij voedselbonnen en persoonsbewijzen in dienst van Gerrit van der Veen. Ze zien elkaar hier, bij Eilders, centrum van illegaliteit. Soldaten van de Weermacht niet erwünscht. Wel Joden, communisten, homoseksuelen, gereformeerd of niet. Een vrolijke bende dichters en schilders, uitgevers, acteurs en journalisten. Popke was een mecenas, steunt Aafjes, koopt de Mondriaan, organiseert Vrij Nederland en luidkeels zingen ze hier het Wilhelmus. Dan nemen de vervalsers een besluit. Het bevolkingsregister gaat in de hens. Sjoerd zal politieuniformen maken, de juiste stof en distinctieven, knopen, petten, holsters, laarzen van karton. Kapitein Arondeus leidt de troep. Eerste luitenant Gerrit van der Veen marcheert naast 7 agenten, studenten. 2 over de magere brug en weer terug, want pas de 3e poging lukt. Bewakers worden overmeesterd en verdoofd, in de tuin van Artis gelegd. De kaartenbakken geleegd. De vlammen slaan uit tot hoog boven de stad. De troep ontkomt. Er is geen schot gelost. Opnieuw praat iemand weer zijn woord voorbij. 20 verzetstrijders gearresteerd, verhoord, gemarteld, uit Terpenstraat, Weteringschansgevangenis. 11 man ter dood veroordeeld. En toch... Ter dood veroordeeld en toch, tijdens het proces, wordt gelachen, gespot. Trots wint het van verslagenheid. Zelfs de soldaten van de Weermacht tonen respect. Er is meer vrijheid in de dodencel. Sjoerd ontvangt familiebezoek. Zijn vader leest op zijn verzoek Romeinen 8. De laatste avond van de kameraden zeggen ze gedichten, zingen ze psalmen, vaderlandse liederen. Sjoerd ervaart zijn laatste transport als een hemelvaart.
Als hij valt, is hij pas 28 jaar. Popke overleefde de oorlog, maar niet langer dan 2 dagen. Bij de schietpartij van 7 mei op de Dam treft hem de laatste kogel. Groot gevolg zal hem begeleiden naar Zorgvliet. Maanden later vindt men in het duin Sjoerds lichaam met zijn geliefde roze overhemd. Zijn laatste rustplaats wordt die van zeer vele oorlogshelden. Erebegraafplaats Bloemendaal. Dan nu een held van nauwelijks 10 jaar later. Kampert groeide op in een totaal andere tijd. Hoewel hij natuurlijk ook zijn oorlogsverleden had met vader Jan. Die was omgekomen. Maar het Leidseplein gaat los na 1945. Reizen naar Parijs. Zoals Kampert zegt, alles naaide en zo. Mirjam Al vertelde dat zij Remco tegen het lijf nu bij de tram halte. Ik zag hem een keer in het beeld in Groningen. De tovenaar. Voor een hotel in Groningen stopt een taxi. Een wat onzekere man stapt uit, groet de chauffeur. Kijk op, want 3 jonge meiden stormen op hen af. Zwaaien geen driften, roepen Remco, Remco! Hij steekt een hand op. Er hangt ineens veel vrolijkheid om hem heen. Niet dat hij zo zegt. Hij is vooral een verlegen glimlach. Vaak brengen dichters naar het noorden zwaar weer. Er valt niet veel te lachen. Gezichten somberen, hoofden zakken. Maar niet vandaag. Magische kracht maakt Groningen vanzelf wat lichter bij het verschijnen van deze dichter. Hij en zijn meiden, een explosieve kern, atoomkracht van vitale poëzie, gevaarlijke straling en in hoge mate erotiseren. En dan nu Kampert zelf. Misschien zijn allermooiste gedicht is zojuist voorgedragen door Mirjam. Ik heb het een keer aan zelf voor doen hier in de Schouwburg. Schitterend, hebben ze aan. Doodstil, prachtig. Ja, het is moeilijk kiezen, maar ik val dan toch voor een van zijn laatste bundels uit 2015. Eén geheel, hij overziet eigenlijk zijn leven, dat kun je duidelijk merken. Alleen bescheiden als altijd, hij noemt het verloop van jaren, maar schrijft er dan bij poëtische notities. En hij heeft het niet over Remco of over Kampert. De hoofdpersoon is Walter. Maar in deze Walter herkennen we de dichter helemaal. Het laatste gedicht daaruit, nummer 40. Wat zou ik zien? Mijn laatste ogenblik op aarde. Het gezicht van mijn geliefde. Wat zal ik horen? De fluistering van haar stem. De laatste tik van de monitor. Wat zal ik horen en zien? De lippen van de verpleegster. Het kuchje van de dokter. Horen en zien zullen we vergaan. Als de rukwind van de dood waarvan mijn adem belooft. En mijn woorden, de wind zal ze meevoeren en over de aarde verspreiden. Dus Remco Kampert.